Goedemorgen. U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Nog altijd veel bewolking in onze omgeving en dat betekent dat de zon niet of nauwelijks ruimte krijgt. De wolken zijn niet heel dik en dat betekent dus ook dat het op de meeste plaatsen droog blijft. Vanochtend op veel plaatsen nog temperaturen net iets onder het vriespunt. Met een matige oostenwind. Vanmiddag lopen de temperaturen geleidelijk wat op en wordt het plus 1 tot plus 3 maximaal. En we houden de wolken, het blijft meest droog. De wind begint langzaam wat af te nemen. In de avond draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. Temperaturen liggen het algemeen rond of net iets boven het vriespunt. In de nacht kan het nog wel licht vriezen. Morgen overdag lopen de temperaturen heel langzaam op. Het wordt 2, 3 graden in het oosten van het land en 5, mogelijk 6 in het westen. Van het westen uit neemt de bewolking verder toe en gaat het ook wat regenen in de middag. In de avond trekt die neerslag naar het oosten en kan tegen de oostgrens winters van karakter worden. Zaterdag nog een verdwaalde laatste bui. Daarna een tijd lang droog met geregeld zon erbij. Er 6 tot 8 graden wordt het. De wind waait uit het noordwesten. Zondag neemt de kans op regen weer toe in de loop van de dag. In het oosten van het land, mogelijk nog met wat natte sneeuw. Maar daarna wordt het ook daar weer zacht en gaat het gewoon regenen. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl